visie even uit. Ik ben bezig met serieuze zaken. Oh, je kan er zelf ook uitzetten. Dat ding ligt op je bureau. Doe dat nou even voor ja, mij. Ja, ja, ja. Ach, wat leuk. Maak me wat wijs. Die televisie vandaag. Helemaal uit. Oké, oké. Zagarij. Zo. Zeg maar wat er gebeurt. Die lamp reageert op die afstandsbediening. Kijk dan. Die lamp die reageert. Mag alsjeblieft het licht weer aan. Dat is toch leuk? Tada! Leuk of niet? Leuk. Radio, let op. De volk, oh en lamp. Hallo, Mieke. Hallo, wat heb je aan? Uit. Oké. En als jij je soms loopt te vervelen, maak je nuttig en laat dan eens even de kat uit. De kat uit, welk nummer is dat? Papa. En niet van dak af! Dat ging snel. Ja, ik ben met belangrijke zaken bezig, dat zeg ik je. We hebben vanavond een Chinese avond in het restaurant. Oh, een Chinese? Oh, ik zag beneden al zo'n rare Chinese rondlopen. Rare Chinese, dat is een beroemde over uit Peking. Werkelijk? Lei Hangwang. Hie? Lei Hangwang. Hoe is met zijn moeder? Weet ik veel, maar die man is geweldig. Vanavond Chinese avond, volgende maand misschien een Italiaanse avond. En over twee maanden, let op, komt er een Weense avond. En dat gaat nou mee. Een Weense liedje. Nee, alsjeblieft, nee, geen Weense avond. Nee, doe nou geen. Doe nou geen Weense avond. Ho nou, wat is die? Sta. Alsjeblieft, geen Weense avond. Waar ik voor kom. Waar ik voor kom. Vertel. Wie is volgens u de slechtste zakenman ter wereld? Nou, klaar, dat weten we, dat ben jij. Voilà! Maar, hoe denk je over iemand die 50 gulden betaalt voor iets wat meer dan 5000 gulden waard is? Hé, hey, daar herken ik mezelf een beetje in, ja. Hier staat hij. Hoe bedoel je? U even beeld. Hoezo? U even beeld. Vanmiddag heb ik een schilderij gekocht. Dat is meer dan 5000 gulden waard. Heb ik 50 gulden voor betaald, hoeveel? Oh, ja. Is dat wat of is dat niet wat? Ja, dat is wel interessant. Van wie is die? Van mij? Ik heb hem vanmiddag gekocht. Nee, ik bedoel, wie heb hem geschilderd? Aha, de beroemde Gerard Haverkamp. Ja, ja, val even in verbazing. Een van de grote meesters van de Hollandse school, Gerard Haverkamp. Spijt mij heel erg, maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Heb ik nooit van gehoord, nee, Gerard Haverkamp. Maar oké, laat eens even kijken dan, ik wil hem wel zien. Natuurlijk, voor natuurlijk. Aanschouw, aanschouw wat reeds duizenden museumbezoekers voor u aanschouwden. Tada! Ja, je hebt hem nou wel op zijn kop, hè? Oh. Ja, dan komt hij een beetje last van lage bloeddruk. Gaat dit ook? Nou ja, ik moet zeggen, het is wel aardig. Het is wel aardig? Ja. Het is wel aardig? Kijk nou eens naar die kleuren, kijk naar die penseelvoering. Wel aardig? Het heeft wel iets. Het heeft wel iets, een echte Haverkamp. Nou oké, we praten niet langer, ik geef je er 500 gulden voor. 500 gulden. Goedenavond. Klep, laatste bot, 1000 piek. Bedankt voor het praten. Wees nou verstandig, jongen. Je hebt 50 gulden betaald. Je krijgt van mij 1000 gulden. Meneer van Gulden, 1000 gulden voor een echte Haverkamp. Dat is toch een peulenschil? Wat is dat 1000 gulden? Hoe oud is dat schilderij eigenlijk? Hoe oud is het? Het is bijna net zo oud als u. Meer dan 100 jaar. Hey, wacht eens even. Ik kijk naar die signatuur, naar die handtekening. Daar klopt iets niet. Dat klopt kijk niet. Even, ah, daar staat Haverkamp, maar het is geen Haverkamp. Nee? Er staat wat anders. Rembrandt. Rembrandt? Ja. Zonde van mijn 50 gulden. Jammer. Ja. Wij hebben thuis pas een nieuwe televisie gekocht. Met een nieuw aanbetalingssysteem. Wat is dat voor een aanbetalingssysteem dan? 100% ineens. En dan verder geen maandelijkse aflossingen meer. Zo, dat is handig. Dat toch wel. Nou, we het er toch over hebben. Ik wou dat ik geld genoeg had om een olifant te kopen. Maar wat moet je nou met een olifant? Nee, ik hoef geen olifant te hebben. Ik wou dat ik het geld ervoor had. Oh, mijn broer heeft pas een hoop geld gekregen. Wat een leuk bericht. Ja. Hij heeft een juwelierszaak geopend in de Stationstraat. Zo. Met een flinke hypotheek, zeker? Nee, met een breekijzer. Laten we maar mee ophouden. Hé, kijk eens wie we daar hebben. Pieter van Dam. Wat leuk, zeg. Ik heb je tijden niet meer gezien. Er is iets aan je veranderd. Ja, ja, jij bent wel 10 kilo aangekomen. Ik ben jij hebt je haar veranderd. Dat is het.
Nee, nee, daar heb je kleding helemaal veranderd. Vlotter dan vroeger. Oh, nou. Veel beter. Pietertje van Dam. Ja, maar dat... Maar wat is er nou toch zo weer veranderd? Maar beste man, ik ben Peter van Dam helemaal niet. Ah, juist. Dus dat is het. Je hebt je naam veranderd. Knap dat ze dat zo onder water kunnen filmen, hè? Dan kan ik nou niet met Betty bij, hè? Al mijn vakantiefoto's, die vallen in het water. Ja. Oh, kijk, hij komt omhoog. Ja, ja. Rijdt het verkeerd? Oh, dat geeft niet. Dat gaat op de plaatsen. Mooi zitten. Mooi. Meneer Lucas. Huh? Zo moet dat. Ja, een mooie kunst. Ik heb ze eerst de hele tijd moeten te maken. Mijn vrouw begrijpt me niet. De mijne begrijpt me ook niet. Ja, kijk eens, Lucas, het wordt wel tijd dat je eens afrekent. Hey, wacht eens, je vader heb ik geloof een minuut of 10 geleden gebeld. Je vader, ja, die komt hier naar het feestpaleis. Komt hij hier naartoe? Ja. Die oude vis hier, nou, dan zorg ik dat ik weg ben. Oh ja? Even grondig scheren, schone pantalon. Zal ik mij flamberen met de hoogte zon. Drum je af te geven. Zo ben ik weer knap. Zakkie met mijn oude, ik ga op stap. Mag ik assistentie in de ganzenpas? Opa gaat u uit, hier is uw goeie tas. Opa, u hebt roos. Mijn ik word kaal. Moet u een toepet? Ze ben je helemaal. Spreken ze me nog aan? Je kan niet in je eentje voor een kroeg gaan staan. Ik had wat moeten eten, heb ik niet aan gedacht. Hij hoeft het niet te weten dat ik heel lang wacht. Oh, sta je hier al? Nee, ik kom dit aan. Zeg, zullen we wel gewoon over de binnen gaan? Nou. Ik wou zelf wat happen hier in het café. Oh, ik heb geen honger, maar ik doe wel mee. Meisjes die je kent, houden er niet van. Hij heeft leuke ogen, zijn ze grijs of groen? Als hij me gedacht zet, geef ik nog geen zoen. Ik moet een beetje wachten tot ik hem goed ken. Anders denkt hij dat ik een god weet wat ben. Ja, deze jongen gaat het pakken. Is vanavond in de stad. Oh, deze jongen gaat het pakken. Zijn. Doe je mij wel een lekker veel schone koude jodeldoogjes. Hoe moet jij? Oh, en mij maar een glaasje water. En een glaasje water. Maar mevrouw, wat zou u zeggen van een lekkere cocktail van het huis? Nee, doet u mij maar een glaasje water. Tuurlijk. En wat vindt u van een lekkere sherry of een vermoed? Hallo, mankeren we wat? Ze vragen om een glaasje water, ja. Goed. Zo tijdelijk.
Moeten er blokjes ijs in? Moeten er blokjes ijs? Natuurlijk niet. Er komt de gebit er nog niet meer bij. Geleed er wel weer in, hè, Treu? Oh, ik vind het zo lekker al rakker. Hmm. Ik ben van de week nog even bij de dokter geweest. Voor mijn jaarlijkse controlebeurt, zal ik maar zeggen. Oh, jij vertel. Ja. Oh, ik heb zo'n leuke dokter, hè. Ja. Die geeft altijd zegeltjes. Zegeltjes? Ja. Ik hoef dan nog meer 3 keer ziek te worden. Dan heb ik een ijskast. Dat is niet waar. Het is waar, hè. Zeg, meid, hoe vind je mijn nieuwe sigarettenpijpje? Hoe kom je daar nou weer aan? Heb ik gewonnen bij zo'n kleine gezellige quiz. Ah, heb je met een quiz meegedaan? Ja, oh, dat doet me denken aan Mies. Wie is Mies? Mies Bouwman, weet je wel, van Met een Dat en Zo. Oh, Mies van de televisie. Ja, oh, ja. Kijk, die ziet er zo goed uit. Is zo? Ja, die heeft een speciaal dieet gevolgd. Mies? Jawel, en die is een tijd van 1 week teruggegaan van maat 40 naar een maatje 38. Ongelooflijk, van 40 naar 38? Ja. Wat een klap. Ja, dan heb ik het alleen nog maar over de schoenen. Oh, het is... Ja. Nou, mijn man had gisteravond weer wat. Vertel. Die heeft 2 gebroken vingers opgelopen toen hij uit de kroeg kwam. Is het eerlijk? Ja. Wat is er gebeurd? Iemand trapt op zijn handen. Gevierend, hè? Nou, maar toch in fatsoen, hoor, die kerel van mij. Die kan zich nou nergens gedragen, hè? Nee. Zit ik gewoon met hem op een verjaardag, ja, van de week nog? Hm? Neem hem een kopje thee, dan zit hij zo overdreven met die pink omhoog. Maar dat is toch juist chic? Ja, maar niet met de theezakje eraan. Ach, nee, zo kwaad over hem. Vriendelijk. Mag ik een kopje koffie voor een psychiater boven? En doe er gelijk een cognacje bij. Ja, ogenblikje, Twijn. Goedemorgen. Ah, goedemorgen, goedemorgen. Ik zie u zit daar weer. Ja. Hoe is het met u? Uitstekend. Hoe is het met u? Dank u zeer, heel goed. Mooi. Ik kijk even deze paparazzen na, dan ben ik zo tot uw beschikking, ja? Dat zou ik maar niet doen als ik u was, meneer Kramer. En waarom niet, als ik vragen mag? Dit is namelijk mijn spreekkamer. Ja, nu moeten wij toch eens even rustig praten, Kramer. Kijk, wat u zelf niet weet, is dat u lijdt aan een persoonlijkheidstrauma, hè? Ach zo. Ja, kijk, ik ben de psychiater, maar u bent de patiënt. Hè? Ik ben dokter Kinsbergen. Ja. Dokter Kinsbergen, ja, ja. Mooi. Ja, toen ik u voor het eerst ontmoette, dacht ik dat het allemaal nog wel mee zou vallen, maar bij nader inzien is de hele zaak toch moeilijker dan ik dacht. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw voeten van mijn bureau af te halen? Aha, u geeft het toe. Wat geef ik toe? Dat mijn voeten zijn. Ja, de zaak is toch veel ernstiger dan ik gedacht had, hè? Dat vind ik ook, meneer Kramer. Ja, wilt u mij nou niet voortdurend meneer Kramer noemen, hè? Mijn naam is Kinsbergen. Dokter Kinsbergen, hè? Ik heb hier de diploma's toch liggen hier. Kijk u zelf even, dokter Kinsbergen, dokter Kinsbergen, dokter Kinsbergen. En zo kan ik nog wel doorgaan, dokter Kinsbergen. Het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit, beste kerel, maar het zegt niets. Dan moet u eens goed naar me luisteren, meneer Kramer. Ik heb geprobeerd om u van uw neurotische problemen af te helpen. Ik heb u geprobeerd om van uw nerveuze spanningen af te helpen. En ik als psychiater moet tegen u zeggen, dames en heren, de Nolan-sisters. Nu moet ik dus als psychiater tegen u zeggen, en ik hoop dat u dat met mij eens bent. Nu moet ik dus echt als psychiater tegenover patiënt, niet waar, wat u er eigenlijk toch bent, moet ik toch echt tegen u vliegen. Wat heb ik een vlieger om me heen? Haal die vlieger van me weg. Ik word opgegeten door de vlieger. Haal die vlieger van me weg. Ik zit onder de vlieger. Wat is... Zo, kijk je maar. Ze zijn al weg. Dat ik dus als psychiater tegenover patiënt mijn geduld nu toch wel met u begin te verliezen, meneer Kramer. Kijk eens, meneer Kramer. Er is een theorie die zegt,
dat men een persoonlijkheidstrauma kan genezen... Mm-hmm. Door middel van een shock-effect. De girl! Smeerlap, dat je... Wat durft u mij smeerlap te noemen? U bent niet eens dokter. Ik ben geen dokter. Nee. Ik ben geen dokter. Absoluut niet. Zuster? Ah, zuster. Zuster, ik ga nu lunchen en als ik dadelijk terugkom in mijn spreekkamer, dan wil ik dat dat verdwenen is en ik wil dat ook nooit meer terugzien. Ja, zuster, ik ben nu bijna een half jaar met deze man bezig, maar ik zie nog geen enkele vooruitgang. Nee, hij gedraagt zich bijzonder vreemd, mag ik wel zeggen. Ik denk dat u beter geen afspraken meer met hem moet maken. Dat denk ik ook, zuster. Zijn er overigens nog meer patiënten? Nee, u bent de laatste, meneer Kramer. René, je hebt al een glas. Moet je er nog een? Nou, graag, René. Alsjeblieft. Goedenavond, mevrouw. Kijk u eens, ik heb hier een overheerlijk wijntje. Die glijdt er wel in, denk ik. Wil u hem even proeven? Heel graag, dank u wel. Ga niet lang, dan wachten wij rustig af. Kijk u rustig, hoor. Eenvoudige representant van het horecawezen. Ja, dat is hem, hè? Nou, nee hoor, deze is wat brutaal. Hij slaat behoorlijk om zich heen. En bovendien heeft ook nog een grondsmaak. Eerlijk? Oh, dat heb je wel eens. Dan heb de wijnboer waarschijnlijk zijn voeten niet gewassen. En dan haal ik even een ander wijntje. Maar graag, graag. Dat komt wel eens voor. Dan staan ze met die grote zwarte poten in die druiven te draaien. En dan maken ze het niet goed schoon, weet je wel. Maar ik pak even een ander wijntje voor u, hoor. Hier ben ik alweer. Kijk eens. Die ziet er beter uit, dacht ik, hè? Alsjeblieft. Klok, klok, klok. Proeft u even. Ja. Let u vooral op de etiket. Ja. Ja, dit is nou een voortreffelijke wijn. Dacht ik ook. U hebt er verstand van. Ik ben net bij Vergulden geweest voor opslag. Weet je wat hij zei? Nee. Hoe weet je dat? Er zijn mensen die hebben een taart besteld, daar zitten ze nou... Fek! Wat doe je nou? Er moet staan leven de jarige. Nou staat er Diane. Neem me niet kwalijk, meneer Vergulden. Ik was er even niet met mijn hoofd bij. Ja, alsjeblieft een beetje opschieten dan. Ik moet al door aan je denken, als ik hamer sta te roken. Diane, praat ik af en toe een reerug, raak ik helemaal van de kook en ben in tranen. En dan gaan de zaken fout, wordt het eten veel te zout, want die tranen vallen allemaal in de jus. Diane staat niet meer op mijn menu. Ik heb hele droeve buien, maar ze bijten net aan uien. Diane. Jij trok op een zondagmiddag met de zwaluwen naar het zuien. Diane. Ik denk vaak met iets van pijn, in welke wijnstreek zou je zijn als ik weer een flesje aanbreek voor fondue. Diane staat niet meer op mijn menu. Ach, de meeste huwelijksbootjes halen de haven niet. Vandaar de tranen die een kok vaak boven slaven giet. Slaven giet, slaven giet. Voor mijn mooie minestrone dop ik triest mijn eigen bonen. Diane. Ik kan uren zitten grienen bij het zien van gelatine. Ik heb vaak naar je gesnakt, boven een koude bal gehakt. Zonder jou is alles echt geen bal meer waard. Diane staat niet langer op de kaart. Diane. Ik ben helemaal van de kaart. Zeg, oma. Ja? Daar bivakkeert hier zo'n vlieg in de soep. Och jee, ik ga hem oplossen. Oplost. Ah, Trudy, mag ik een wodka, een cognacje, een jenever, een dubbel rum in één glas? Willen u misschien een schijven citroen in? Schijven citroen? Als ik limonade wil hebben, dan zeg ik het wel, ja. Ik heb een
bliksem zal uit de hemel komen. De hemel zal openspleten met het geluid van donder. Een zee van vuur zal op de aarde nederdalen. Rivieren zullen overstromen en bergen verzwelgen. Aardbevingen zorgen dat de aarde overspoeld wordt met zwavelvuur. Als jullie dit onmiddellijk stoppen met drinken. Hallo, mag ik even een vraagje stellen? Gebeurt dit alles voor of na sleuringstijd? Kom. Jammer. Wereldbal. Ik ben van de zomer naar Spanje geweest samen met mijn zuster Jannie, die getrouwd is met Bertus. Oh, die ken ik. Jij bedoelt die met die tatoeëringen en die gebroken neus? Die zus bedoel ik, ja. Die heeft nou pas een baby gekregen. Oh. Ik vind kinderen krijgen net zoiets als op de bus wachten. Eerst komt er een hele tijd niks. En dan komen er ineens drie tegelijk. Oh, wat doen we nu voor? Zeg, hoeveel kinderen heb jij eigenlijk? Drie. En wat zijn het? Alle drie verschillend. Ach. Een jongen, een meisje en een dameskapper. Interessant. Jij ben hoor. Ja. Dan maak ik weer een Piketanus zien. Jongens, we zitten wel lekker zo bij elkaar, hè? Oh, ik ben blij dat ik jullie heb uitgenodigd voor deze gezellige avond. Ik vind het zo lief van je dat je ons Nou, dat is hartstikke lief, hoor. Tuurlijk, en dan, wij zijn toch ook de leukste meiden van kantoor, heb je zelf wel gezegd, hè? Zeker weten, nou, maar jij bent anders ook reuze populair, hoor. Dat ben ik geinig, hè? En altijd even vrolijk. Vrolijk, ja. Hij gaat ook altijd zo goed gekleed, hè? En zo snel. Oh, zo snel. Daar hebben we ervaring mee, hè? Tempo maken. Meiden, ik ga eventjes het thuisfront informeren dat er niks aan de hand is. Maar je ga even bellen. Ik bel even naar huis. Oh, niks aan de hand. Oh, ik maak er wel wat van. Ik ben zo terug, hè? Ja. 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 Hallo, ja. Bij mij. Hallo? Met jou. Hallo, Anja. Ik heb wat problemen op de zaak, ik moet overwerken. Alweer? Ben je nog op kantoor? Het is hier een gekkenhuis, de papieren liggen tot aan mijn knieën. Nou, dat is fijn, mijn moeder is net hier. Is dat moeder hier? Wat zeg je? Is je moeder hier? Mijn moeder is hier, ja. Wat en nou jij niet thuis komt, gaan wij wel ergens wat eten? Nou... Nou, dat vinden wij leuk, nee, dag! Nou, doe dat, hallo, Anja, doe dat. Anja! Hoi. Nou, is er overal geweest, jongens? Nog niet geweest. Trek in Chinees. Heer Trek in Chinees. Heer Trek in Chinees. Dat komt goed uit. Er is vanavond hier een Chinese avond. Ja. Toevallig zie je dat geen we wel weer. Dan hebben ze weer zes. Oh, kijk nou in de film. Niet op reageren. Dan gaat hij vanzelf weg. Jongens, dat was haar dorpsgek of zo. Gewoon niet op reageren. Hebt u al een keuze kunnen maken? Wat zegt hij? Of je al een keuze hebt kunnen maken. Oh, nee, dat weet ik. Ik vind alle twee even leuk. Maar dat is niet zo. Ik laat de lager zo eens liezen, hoor. Ik heb het hele. U begrijpt het verkeerd. Ik wil u adviseren, Chinese lijsttafel. Alles zo bij elkaar. Fuyong hai, chap choy, babi pang, hang lekker. Wat zegt hij nou? Nou, of je fuyong hai en chap choy, alles bij elkaar. Oh, waarom zeg je dat in Chinees? Natuurlijk. Wij willen die fuyong hai wel driemaal. Wijntje erbij. Krijgt u een kalafje? Ja, op een drafje graag, want we hebben wel honger. Wat hebben wij nou gegeven? Ik heb het net over die haai, daar heb ik hem op over. Lijkt het zo vreselijk leuk, hou je van zo'n elegante. Waarom hebben haaien zo'n hekel als sardientjes? Nou. Omdat ze het blikje zo moeilijk en open krijgen. Gezellig, ouwe. Zullen we even klinken? Goed, dames en heren. Ik doe het zelf wel, ouwe. Jullie lekker omkleden. Heel goed.
voor, dank u wel. Ik ken hem ergens van, hij komt me bekend voor. Jongens, kijk eens. Dat glijdt alweer, hè? Nou, dus wij lijken op heel wat anders, maar die man. Alsjeblieft, proost, hè? Hop, de gezelligheid. Goedenavond, dames. Hartelijk welkom. Wij willen graag iets eten. Mal natuurlijk, lekker eten. Heb ik een leuke tafeltje voor u. Als u die mevrouw wil daar gaan zitten en deze mooie mevrouw hier wil gaan zitten, graag. Zo, alstublieft. Wil u misschien eerst iets drinken? Nou, een flesje witte wijn van het huis vinden wij wel lekker. Vindt u ook niet, man? Ja, dat heb ik wel verdiend. Mag dat ook een kalafje zijn? Ja, hoor. Ja, goed, heel graag, dank u wel. Ja, jongens, wat gezellig, hè. Jongens, ik ga even tussendoor, ik ga eventjes de handjes wassen, hè. Ik even, hè, dat is wel even fris, hè, even lekker, hè. Dan heb ik dadelijk lekker frisse handen als ik, hè. Jongens, ik ga eventjes de handjes wassen, hè. Rustig blijven zitten. Albert! Ja! Albert, ik dacht dat jij moest overwerken. Mijn vrouw. Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk. Nee, dat, jawel. Maar ik had net even snel om even een hapje te doen hier. Ben jij alleen? Ja, natuurlijk ben ik alleen. Natuurlijk. Bij wie zou nou, ik hier als je alleen bent, dan kan je bij ons aan tafel komen zitten. Ja, nou, ga dan zitten. Hier? Ja. Nou, dan ga ik liever daar zitten. Heb ik een leuke uitzicht, hè, om de kraam uit te spelen. Ja. Zo gezellig dat jullie er zijn. Nou, dames en heren. Dat ook. Hey, meneer, wat vreemd. Zit u nou hier of zit u daar? Wat zegt u? Of je hier zit of dat je daar zit. Echt een heer, dat zie je toch wel, dat ik hier zit. Maar ik zag u net daar zitten. Wat zegt hij nou? Hij zag je net daar zitten. Ik zit toch hier? Heb u een tweelingbroer? Ik begrijp die man niet. Of je een tweelingbroer hebt? Hoe kom je daarbij dat ik een tweelingbroer heb? Ik begrijp jou ook niet, hoor. Begrijp jou heeft ook niet, hoor. Heeft u wel een keuze kunnen maken? Nou, ik vind de Chinese rijsttafel wel fijn. U ook niet, moeder? Ja, daar voel ik ook jij wel ook iets Albert. Voor. Voor mij twee maanden met bergschoenen. Pardon? Driemaal lijsttafel. Heel graag. Komt in orde. Nou. Blauwe meneer. Hey, ik vind het zo leuk dat jullie toevallig hier ook binnen gelopen zijn. Mm. Hey, vind ik zo leuk, Sylvia, dat je dat wat gedaan hebt. Ik zeg zo leuk, zei ik dan. Ik hoorde Sylvia. Nee, zei ik Sylvia. Nee. Het klonk als Sylvia. Ja, ja, dat klonk het ook voor mij. Maar houd toch je geld dat het voor mij ook doet, Anja. Ik weet dat wel. Dat jij je heel vreemd gedraagt. Nee, nou kijk, dat komt zo. Zal ik even, hebben jullie al iets te drinken besteld? Zal we hebben ik een fles witte wijn besteld, maar die moet ook nog gebracht worden. Dan haal ik hem toch even lekker. Dan haal ik even lekker. Dan blijven jullie lekker zitten, niet bewegen en zeker niet die kant op lopen, ja? Hoe red ik dit? Hoe red ik? Meiden, ik heb problemen. Mijn schoonmoeder zit daar. En heb je je afgesminkt? Ik zit helemaal de verkeerde tafel. Hier, meiden, ik was helemaal verkeerd. Wat bleef je nou? Ja, wat bleef je? Hele problemen daar. Ja, het eten wordt koud. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, grote problemen daar aan de andere kant. Met die grote droge korrel. Ja, dat ziet er lekker uit, hoor. Wat smaakt die, hè? Nou. Dit heb je ook nog niet gehad. Oh, gezellig is het. Hé, jongens, ik vind het lekker, hoor. Zo. Wat een bonken. Wat een bonken. Nou, zit u wel hier? Wilt u de wijn hier of daar? Ik ken hem niet vallen. Zet het maar hier, hè, dan is het voor daarom. Ik ga je in de bal. Ik begrijp het niet meer. Nee, ik begrijp het ook niet meer. Wacht, voor een andere tafel die wijn, maar die zal ik er even heen brengen. Ja, dat is wel. Er even heen, dat is geen enkel probleem. Dat ik die wijn er wel even heen, hè. Kijk eens wie er is. Hey. Daar heb je hem. Ja, met de wijn, jongens. Ja. Zal ik lekker inschenken? Want die karaf is al half erbij. Leeg. Natuurlijk. Ja. Oh, nee, het is ook een ontzettende klunt. Er zit een gat aan de bovenkant, dat kan ik ook niet aan. Wow. Maar wacht, gaan we dan. Jij gedraagt je schandalig. Ik gedraag me schandalig. We gaan we nou krijgen? Albert, waar zit je nou? Heb je zo gemist? En mag ik vragen wie dit allemaal zijn? Ja, twee jongens van het kantoor. Die zijn altijd vriendschappelijk met elkaar om. Ja, dat komt zo. Het is mijn schoonmoeder. Weg met mijn schoonmoeder. Nou, nee, zeg, wij wilden nog toevallig net opstappen. Ah, ja, dan willen we wat jammer nou. Dag. En nog veel succes. Je bent jullie travestieten nummer, hè?
vanzelf. Zou jij mij dit even kunnen uitleggen? Nou, kijk, dat zit zo. Nou, even rustig. Ho, ho, zou jij me dat even uitleggen? Ja. Even dimmen, hè? Even rustig dimmen. Meneer, mag ik u vragen weg te gaan? U bederft hier de sfeer. Wat zegt hij nou? Je bederft hier de sfeer. Ik bederf hier de sfeer. Nee, nou, wat hij aan het doen. De mensen hebben last van u. Ik zal u eruit. Ho, 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 ho. Ach, Vela, Vela, het heeft tijd gekost, maar nu zijn wij eindelijk samen. Wat zeg je? Mensen, het is de hoogste tijd, we gaan sluiten. Pastoor in Maastricht is en bij het minste geringste opsticht is, die kan er niet bij dat een neef zoals hij af en toe ook een keertje een nicht is. Er ligt matroos op de Titanic, die dacht naar de ramp, hij waar ben je? Hij zwom naar de ruiten en keek toen naar buiten en dacht toen verrek die haai ken ik! Er was eens een vrouwtje in Terlet. Die viel door het raam van haar koopflat. Haar man sprak betreurd. Wat is hier gebeurd? Toen zei ze heel triest, ik lig hier ook niet. Schaap in de wei bij Capelle, ja? Had vreselijke jeuk van het vervellen. Ze kwam niet in slaap en toen is dat schaap maar eindelijk mensjes gaan tillen. Als een man in wust wie zo ik belde mijn meisje in Zaanstad. In Zaanstad. Ik zei, kleedje wat luchtigjes aanschat. Ja. En dat ging ze toen doen. Maar wat bleek er toen? Dat ze alleen de tv nog maar aan. Ja. Een jongen uit Loenen, die stond met zijn meisje te zoenen. Toen hij vroeg, is het fijn, zei ze, nee, het doet pijn, want je staat al een uur op mijn schoenen.